Welkom Scouting Forumleden bij deze eerste screencast van het Scouting Forum. De afgelopen weken heeft Sebastiaan niet stilgezeten en weer een aantal dingen aan het forum verbeterd. Via deze screencast willen we jullie graag laten zien wat deze dingen zijn. Een van de eerste nieuwe features in het Scouting Forum is het onderscheid tussen de sticky topics of de plakkerige topics en de gewone topics. Als wij bijvoorbeeld naar een subforum zoals Scouting Algemeen gaan... dan zie je helemaal bovenaan een lijstje met plakkerige topics staan, die nu door middel van een balkje gescheiden zijn van de gewone topics. Dit maakt het allemaal net iets overzichtelijker. Een andere verbetering is de spellingscontrole op het scoutingforum. Deze controle die is al een tijdje ingebouwd, maar die heeft Sebastiaan de laatste tijd lopen verbeteren. Als wij nu bijvoorbeeld een nieuwe topic aanmaken en hier een zin intypen waar een aantal spelfouten in staan, dan kunnen wij door op het knopje spelcheck te klikken de spellingsfouten gaan corrigeren. Dit deed het oude forum ook, maar helaas alleen in het Engels en op een Nederlands forum is dat toch wat lastiger. En zoals je hier ziet, als je op het knopje spelcheck drukt, en vervolgens op de woorden die met rood zijn aangegeven, kun je deze woorden verbeteren. Vervolgens kun je op Resume Editing drukken om verder te gaan. Een andere feature die nieuw is, maar waar waarschijnlijk een hoop mensen heel blij mee zijn, is de mogelijkheid om YouTube-filmpjes direct in het forum te zetten. Stel je hebt bijvoorbeeld het filmpje van Scouting Nederland over Levend Stratego, wat je graag op het forum wilt hebben. Je hoeft dan alleen op het knopje share te klikken in YouTube en vervolgens de link te kopiëren en in het scoutingforum te zetten. Dit kun je heel simpel doen door in het scoutingforum de tag YouTube in te vullen, gevolgd door de sluittag /YouTube en daartussenin de link die je net gekopieerd hebt te plakken. Vervolgens kun je je reactie op het scoutingforum zetten en zul je het filmpje te zien krijgen.